custom engine. 2D graphics 2. Oeh, dat is wel fucked op duur. Mono sound. Hebben we geen geluid. Save game. Linear story. We doen het wel gewoon zo. En dan noemen we het de shade engine. Zo. Tutorial. You can now create your own game engine. Once the engine is finished, you'll be able to use it. Oké, dan wachten we even. Denk ik. Ja, we wachten gewoon. Ah. Today Nintendo has confirmed recent rumors announced the TES. Oké, en wanneer komt die uit? Ja, engine complete. Shade engine is now complete. Oké, congratulations for custom game engine. Nice. Dan gaan we nu een game maken. Even kijken, we zijn nog steeds in jaar 1, maand 12. Weet je wat we doen? We gaan gewoon weer space, action, voor de G, bladie en dan de shade engine. En dan is dit Space Combat 2. Doen we dat? In hetzelfde jaar nog? Ja, doen we wel. En dan 2D graphics versies bladie. Oké, develop. Story. De engine is wel belangrijk. Gameplay is ook belangrijk. Story niet zoveel. We doen het zo. Hoppatee. Thank you to Mr. Shade van Patrick en Daniel Kluk, Green Heart Games. Hi Mr. Shade, we are creators of Game Dev Tycoon and we would like to thank purchasing... Ah, nou, alsjeblieft. Game Developer Tycoon is our very first game. Is oh, oké. Het is goed nu. Even kijken. Level design AI is ietsje minder... Ja, we doen het zo. En een beetje dialogues. Oké, level design. AI. Oké, Army is now off the market. Oeh, daar hebben we voor de eerste keer geen 100.000 op gemaakt. Dat is jammer. Maar we hebben nu een custom game engine, dus hey. Kijk, sound mag iets minder. World design mag wel goed. Zo. Oh, shit. Ineens hebben we keiveel bugs. Oké, we wachten even tot de bugs weg zijn. Local news. I've heard rumors that you're already working on the next game. We would love to do an interview. Ah, tuurlijk. The interview should be published soon. Awesome. I'm trying to make a big game in the comments. Working on the next. Oké. Ah. Ah. Yes. Nice. Mensen. Oh, hype. Wat is dat? Developing game. Blablabla. Oké. Generate hype. Nou, zo, finish. Kom op, laat dit een goede game zijn alsjeblieft. Level up. Nou, oké, dan gaan we release game. De joystick. Niemand gebruikt de joystick. Ik snap niet dat dat ding ooit zo populair was, een joystick. Een 8. Holy poop. 9! Yes! Space Combat wordt echt gewoon mijn game. En we gaan straks ook nog Call of Duty maken natuurlijk. Als je snapt wat ik bedoel van KUD. Very enjoyable, very good. Played it for days and one of the best. Dit is mooi. Oké, daar gaan we. Hoeveel K games gaan we verkopen in de eerste week? 15.000! Ja. Holy pooper. Oké, even kijken. Research. Kunnen we dingen maken? Nieuw topic, wat kunnen we? Evolution, fantasy. Wat is evolution? Spoor? Dat is de enige game die je kan bedenken waar evolutie in gebruiken. Pirate, nee. Steering wheel. Dat is misschien wel handig voor race games. Joystick. Nee. Even kijken. Contract work. Debug program. Logo animation. Ja, nou ja, die doen we ook niet. Game history, wat doet dit? Een
7. En wat had onze Space Combat 2? Een 8, wauw. Nice. Oh, de test is gereleased. Oké. Even kijken. According to the market, published game is a surprise hit with players. The developer channel is fairly new to the gaming industry, but we cannot wait. Oké, nice. De gamepad. Die moeten we wel researchen natuurlijk. Want dat is van de test. Oké, research maar. Ik snap niet dat research je geld kost, maar ja, boeiend. Even kijken. Hey, hartstikke idee. Research complete, we hebben nu de gamepad. We gaan ook even kijken. Even kijken, develop new game en dan pick topic. Ik weet het, we gaan een racing action game maken. Ja, action. En we noemen het... Toad Kart. Wat vind je van die? Hell yeah. Oké, action platform, de test. 80.000. Nou ja, doen we maar, hè. Pick the game engine, shade engine. Next. 2D graphics, versie 2. Hier hebben we wel wat minder geld op. Oh, kijk eens aan. Oké, de engine. Het is niet zo belangrijk. Gameplay is wel. Zo. Even kijken. Ja, dit gaat nu van de markt af. Dialogues zijn niet zo belangrijk. Level design wel. In een Mario Kart game heb ik echt gezien, de level design moet echt goed zijn. Eigenlijk in elke game. Of race game wel. Kijk, Space Combat 2 is nou of de markt. Oh, we hadden bijna 300.000 gemaakt. Wauw. Waarom staat hij nou stil? Kom op, blijf door, die idioot. Even kijken, Toad Kart. Oh ja, sound. Ja, graphics, world design ook. Zo. Kom op, ik wil dat deze game het ook goed doet. Iedereen houdt toch van Mario Kart? 3, 2, 1... Finish, kom op. Oké, hier hebben we een nieuw record. En we zijn een level up bij de dialogues. Oké, release game, kom op. Doe het goed. Ik wil heel veel money maken. Even kijken, de first review van newly released game Toad Kart came in. Oh god. 6, oké. Geef me een 7, kom op. 6, geef me een 7. Ja, ja, 7, yes. En een 7. Nice, beautiful. Oké, dat is ongeveer een 6,5 of zo. Nou, gaan we zien hoe goed het gaat doen. Niet zo goed als Space Combat. Nou ja, even kijken. Research. Kunnen we al iets nieuws researchen? Nieuw topic. Pirate, science fiction, fantasy. We gaan gewoon een fantasy RPG maken. En dan noemen we het... Niet Skyrim. We noemen het... ik weet het nog niet. Dan moeten we direct even kijken. Oké, klaar met researchen. Oké, we kunnen nu fantasy games maken. Kan ik alweer iets nieuws met de engine doen? Oh man. Dat kost zoveel geld. Weet je wat? We maken gewoon zo 130k en dan hebben we de beste. En dan de Shadow Engine. Of de Shade Engine, wat was het? Engine 2. Create Engine. Dit is wel een risico wat ik nou neem. Kijk naar dat geld. Ik weet niet, als we in het tijdperk van de NES zitten, hoe... Ja, welk jaar is dit dan? Ik weet niet, dan... Welke dingen, dan moet de PlayStation nog worden uitgebracht. Toad Kart is now off the market, dat is jammer. Massive succes, nice. I love the games that come with the test and playing the controller is so much more fun than on the keyboard. Oh ja.
Met onze nieuwe engine moet er al helemaal een feest worden. En... Oké, okay, de engine is af. Oké, okay, een 100k engine. Oké, okay, your new game Shade Engine 2. Nou, dan gaan we een nieuwe game maken. Is het tijd om een Space Combat 2 te of 3 te maken? Nee, nog niet. We gaan dus een fantasy RPG voor de TAS. Wacht even. Oh. Ja, de TAS dus. En de game engine, de Shade Engine 2. En we noemen het... iets stoms. Welke fantasy RPG's ken ik? Ken, zeg maar de Elder Scrolls. Ik weet het. De Younger Scrolls. hoe schrijf je dat? Younger Scrolls. Yes. Oké. Okay. 2D graphics. Versie 2. Hoppatee. Daar gaan we. Hopelijk doet het het goed met de nieuwe engine. Zo, lineair story. De story moet heel goed zijn. De engine mag wel iets minder. De gameplay mag ook. Die moet eigenlijk ook best goed zijn. Kijk, zo doen we het. Hoppa. Zo, oh damn. We hebben best weinig geld nu. De dialogues mogen wel goed zijn. De AI ook. En level design ook. Oké, dus we doen het gewoon zo. Hoppatee. De world design mag goed. Mono sound. Ja, tuurlijk. Daar hebben we niet voor niks een nieuwe engine voor, hè? De graphics mogen ook wel ietsje minder. World design is wel belangrijk, vind ik. In een RPG. En vooral een fantasy RPG. Kom op, dit is echt een hele grote gamble geweest. Kom op, bugs. Fix de bugs. Oké, okay, finish. Oké, okay, daar gaan we. En weer een nieuw record. Ah, en we zijn hier een level up 2, de graphics versie 2. Oké, okay, release game. Wow, hebben ze fucking veel fans. Recent studies suggest increasing variety of gaming devices also creates a market for more specialized games. Some platforms become more popular with younger gamers. Oké, okay. As more and more developers enter the market, developers specific age groups. Oh, dan kan ik daar researchen. Target audience. Oké. Okay. The first review van newly released game, The Younger Scrolls, came in. Alsjeblieft, geef me 8's en zo. 7, dat is goed, dat is goed. 7. Een 8. Nice, ik zie dit echt gewoon heel goed gaan. Weer een 7. Kom op, geef me een 9. Geef de 9, kom op, baby. Een 6. Man, die vent is echt een eikel. Oké, okay, daar gaan we. Hoeveel units? 8.